zijn hier voor Q&A met Jurriën Timber en Owen Wijndal voor de vragen die jullie hebben ingestuurd vanuit huis. Dankjewel. Laten we gewoon direct gaan beginnen. Zijn jullie klaar voor een beetje? Ik ben ready. Ja? Ik ben aan Owen vragen of hij ready is. Ik ben ready, ja, zeker weten. Hij zegt dat het jouw eerste interview is. Is niet zo? Nee, maar hij zei daarnet met Jurriën Timber. Dat zei ik. Oh, dat zei hij weer niet. Dat zei ik niet. Nee, maar ik vind het wel speciaal dat ik met hem direct mag beginnen. Wat voor werk zouden jullie doen als je geen voetballer geweest bent? Kijk, er zijn wel wat dingetjes waar ik goed in ben. Daar niet van. Als ik voor hem mag praten, tenminste. Als modeshows lopen, denk ik. Nee. Nee? Ben je een beetje modeshow? Hij heeft wel die stijl van... Oh, thanks. Ja, toch? Voor Joran. Boys, wat zijn jullie persoonlijke doelstellingen voor dit seizoen? Soms komen er ook voetbalvragen tussen. Ja. Gewoon verder ontwikkelen, groeien. Dus eind van het seizoen weer beter zijn dan ik nu ben. Te veel politiek. Dat is echt wel... Dat is toch zo. Persoonlijk zei je toch? Persoonlijke doelstellingen? Ja, nou ja, sowieso is dit mijn eerste seizoen bij Ajax. Dus ik hoop gewoon om heel veel wedstrijden hier te spelen. En uiteindelijk op een heel mooie WK. En dit is niet politiek? Dit is niet politiek, maar dit is echt dat ik echt wil, zeg maar. Snap je? Jij zegt zelf ontwikkelen, blablabla. Maar dat is echt politiek. Dat is echt zo, snap je? Wat ik zeg is echt zo. Oké. Toch? Weet je niet? Jij wil geen leuk WK spelen? Wie stelde de vraag? Joran. Hij mag zelf bepalen welk antwoord beter is. Vraag van Jack. Wat stel je steeds maar weer uit, terwijl je weet dat het belangrijk is om te doen? Er zijn er wel een heleboel. Ja, noem eentje. Wat stel ik steeds? Pedicure. Hoe stel je dat uit, bro? Ja, mijn nagels, kijk, ik hou er niet van als mensen echt aan mijn tenen zitten. Ik hou er wel van als ze aan mijn voeten worden gezet, maar niet echt aan mijn tenen. Dus ik kijk ernaar en ik zie van, ik moet echt naar de pedicure, maar... Maar je doet dat niet? Nee. Toevallig ben ik nu vandaag geweest na een hele lange tijd. Ik denk dat ik 3 maanden of zo niet ben geweest. Zo, kies, man. Maar het ziet er gewoon mooi uit. Boys, Kanye of Drake? Vraag van Simon. Drake. Ja. Dubbele Drizzy hier. Zoe vraagt, wat is jullie favoriete gerecht op wedstrijddag? Ja, pasta gewoon. Ja. Pasta, pannenkoeken. Ja, pannenkoeken voor mij. Pannenkoeken? Ja. Met misschien een broodje erbij met wat erop. Ik weet niet precies wat, maar... Pannenkoeken. Hoe is jullie band ontstaan? Vraagt Jonas. Mag jij antwoord op geven? Ja, echt ongelooflijk. Hoe is onze band ontstaan? Nou ja, ik weet al wel een tijdje wie het is. Maar persoonlijk kende ik hem nog niet heel goed. Ik denk dat het een beetje is ontstaan door Myron Boadu ook. Die heeft ons ook wel een beetje bij elkaar gebracht door dingen samen te doen. Mm-hmm. En ja, sinds Nederlands elftal is het denk ik wel echt goed geworden. Ja, nu zitten we bij elkaar in het team. Frenemies. Ja, precies. Mooie foto, hè? Speelde toen al dat je hem een beetje aan het overtuigen was om te komen? Daarvoor al, ja. Daarvoor? Ja, jij kon niks. Al bij het Nederlands elftal. Iedereen comment op die foto? Sorry? Iedereen commentte? Ja. De hele selectie van Ajax comment op die foto? Nou ja, dat is wel grappig. Ja, het ging wel even viral soort van, ja. Delaney vraagt, hoe kan je Ajax 1 bereiken? Door sowieso heel hard te werken. Ik denk dat het allerbelangrijkste is en dat je erin gelooft. Als je iets wil, dat je het ook kan behalen. Hij loopt er weer te lachen, want hij vindt het een politiek. Het is toch zo, broer? Bro, ja, het is wel zo. Het is wel echt zo. Rogier vraagt, zijn er meer deuren of meer wielen? Deuren, denk ik. Ja? Ja. Jij? Zijn er meer deuren of meer wielen? Gewoon op de wereld. Ik denk dat mensen meer een huis hebben dan auto's. Oké. Okay. En niet alleen wielen zitten natuurlijk niet alleen auto's, dat snap ik, maar... Gewoon voor de duidelijkheid. Voor de duidelijkheid. Maar als je nu al hier kijkt, weet je hoeveel deuren hier al zijn? Ik denk deuren. Bijnamen die mensen jullie hebben gegeven in jullie omgeving? Vraag Daniel. Timbo. Dusan zei dat altijd. Zeg dat altijd. Ja, ik heb O. Ik zeg maar gewoon, dat is het meest. En ja, ik heb nog wel 2 andere dingetjes, maar bijvoorbeeld LW, Lidl Wijndal, zeg maar. Okay. Cinco, even een goede vriend van me, ja, goede vriend van me bedacht. Cinco. Ja. Rudy vraagt, wie is er beter in pingpong? Ik kan. Oké, dat is ook duidelijk. Hè? Dave, wie snurkt er het hardste? Ik snurk ook niet. Zitten jullie bij elkaar op de kamer? Nee. Ik snurk echt serieus niet. Jij? Ik snurk ook niet, alleen als ik echt, echt moe ben. Maar je weet het zelf niet? Alleen je vriendin die zegt dat? Die zegt dan dat ik snurk, ja. Dat ik heb gesnurkt, maar
Ze maakt me niet wakker of zo. Malik vraagt, wie is de beste speler waar jullie tegen hebben gespeeld? Haaland? Ik heb toen ik wat jonger was tegen Mbappé toen gespeeld. Toen was hij al, zeg maar, kon hij al voor 50 miljoen weg of zo. Dus ik denk dat dat dan wel... Die stond ook tegenover me. Hij stond tegenover jou, jij niet tegenover hem. Dat is wel heel belangrijk. Ga je daarop brokken? Nee, toch? De... Huh? Nee, ik denk dat dat... Ja. Dat is zo grappig. Heeft hij gescoord? Nee. Nee, oké. Wanneer was dit wel? Dit was onder 19, man. Geen FIFA, hè? Nee, geen FIFA. Nee, gewoon oké. Nee. Echt serieus, oefenwedstrijd. Hani vraagt, Owen, zou je met mij op date willen? Wie vraagt het? Hani. Ik ken Hani niet, dus... Met alle respect natuurlijk, hè? Bij deze sla ik nog even over. Tim vraagt, frikandel, kroket, kaassoufflé of bamihap? Bamihap. Wat was die eerste, sorry? Zeg maar, tussen de eerste drie zou ik kroket kiezen. Ja, klopt. Wie gaat er als eerste een kaart pakken dit seizoen? Vraagt Paul. Owen. Ik heb 0 kaarten in de Eredivisie gepakt vorig seizoen. Ja, dan ik. Nee. Terwijl ik ook niet heel veel, zeg maar, kaarten pak als in overtredingen, maar... Hoeveel kaarten heb je gepakt dan vorig seizoen? 5. Altijd 5. En sommige... Cinco. Is dan... Ja, cinco. Mooi. Standaard cinco. Sommige is voor praten, ik denk 1-2 zo. Had je veel? Ja, tegen die scheids af en toe. Nou, niet heel veel, maar soms. Een vraag van Jordi. Hebben jullie vaste rituelen voor een wedstrijd? Bidden, muziek luisteren. Ik tape altijd eerst mijn rechter enkel, want ik tape beide enkels. Dus dat is wel iets van... Hij gaat alweer lachen. Echt, ik kan niks normaal zeggen, hij loopt alweer te lachen. Maar dat is een beetje mijn standaard ritueel. Voor de rest heb ik niet iets geks. Is dit een goed antwoord, Jur? Ja. Okay. Mag, ja. Uh-huh. Waarom de rechter eerst? Ja, geen idee, het is gewoon zo ontstaan. Volgens mij heb ik dat een keer gedaan. Speelde ik een hele goede wedstrijd, toen dacht ik... Ja, Sander vraagt, wie heeft de meeste drip? Het ligt eraan wat je drip vindt. Oh. Nee, oké. Eerlijk? Eerlijk. Als je, zeg maar, vraagt echt om die drip, Jur. Okay. 100%. Maar als je gewoon zegt van, hey, wie komt het meest comfortabel? Zeg maar, naar wie kijk je? Trainingspak. Trainingspak, ik. Hoe is het eten op trainingskamp, vraagt Arno? Ja, prima. Ja? We zijn alleen net gaan uit eten, dat was niet top. Nee? Beter gewoon hier, toch? Kijk, dan word ik heel chagrijnig. Zeg maar. Hij blijft happy, snap je? Dat vind ik knap. Ik moet goed eten. Ja. Juris is wel altijd relaxed. Zeg maar, dus ook als hij boos is, je ziet niet snel dat hij boos is, zeg maar. En als Juris echt heel happy is, zie je het wel. Maar ook niet dat je denkt van, oh jezus, die is vrolijk. Maar gewoon altijd relaxed. Zo, ja, man. Eens? Ja, eens. Ja, dat is mooi. Daarom zeg ik ook gewoon een beetje van die nonchalante uitzicht. Gewoon dat je... Ja, moeilijk te peilen misschien een beetje. Ja, vind je? Jawel. Niet negatief, maar wel gewoon moeilijk te peilen. Ja, hij kwam op laatste training naar me toe. Vroeg hij van, ben je boos? Nee. Omdat hij kijkt gewoon hoe hij nu kijkt, zo kijkt hij eigenlijk altijd een beetje. Klopt, en dan kan hij soms gewoon in de lach schieten. Ja, bijvoorbeeld. Of hij kan, zeg maar, dan als hij bijvoorbeeld verliest met mij van mij met partijtje, dan kan hij ook heel boos worden opeens. En dat is, ja. Of met FIFA verliest hij ook wel eens. Hij begon met een compliment, maar uiteindelijk met twee verliespartijen. Iedereen die kijkt, die gelooft je niet. Dat is een mooie. Die gelooft me niet? Tuurlijk niet. Iedereen heeft gezien. Maar is niet erg, kom wel. Ja. Verloren van Bergwijn, verloren van Kenneth Taylor, Jantje van Kenneth Taylor. Dit is niet waar. We kunnen het een keer filmen, dat we gewoon... Facts. Toch? Gaan we dat een keer regelen? Nou, dan kunnen we zien wie de beste is. Ja, ik speel niet, ik heb al gewonnen, ik speel niet. Ja, dit zijn echt, zeg maar, uitspraken van iemand die altijd verliest. Toch? Marlon vraagt, wat is het meest speciale moment tot nu toe in jullie carrière? Dan denk ik toch wel mijn debuut voor het Nederlands elftal. Ik denk dat ik daarmee mijn familie het meest trots heb gemaakt, denk ik. Wedstrijd tegen Quinn, tegen mijn broertje. Broer, moet ik eigenlijk zeggen. Laatste vraag, boys. Laatste vraag. Yes. Is leuk geweest? Ik vond het leuk, ja. Van Randy. Kijk elkaar aan en wie als eerst lacht verliest. Gewonnen. Dat was makkelijk. Gewonnen. Dat was makkelijk. Ja, mooie ogen, hè? Wil je echt? Mooi, ja, je hebt mooie ogen. Ik kan niet meer. Ik zag zijn moeder de hele tijd zo. Die Thierry Henry. Ik moest, hey. Maar hij heeft een serieuze blik. Ja, maar hij heeft wel... Ik kan wel echt met je spelen, maar ik laat dat zitten.
Nou ja, goed. Owen heeft deze gewonnen. Thanks boys voor de vraag te beantwoorden van de fans. En thanks aan de fans natuurlijk. Yes, thanks fans. Thanks. Subscribe, like, comment. Alles erop en eraan. Like, zien jullie de volgende keer weer. En comment. En dan zien we je de volgende keer weer.